En ze hebben hier dus ook allemaal leuke dingen voor tuinverlichting. Dit ziet er zo chill uit. Ik heb de 10 leukste items meegenomen. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en ik maak op mijn eigen kanaal ook vaker shopvlogs. En vandaag heb ik er hier dus weer eentje voor jullie op het kanaal van Action. We gaan vandaag kijken voor tuindecoratie, dus om de tuin op te leuken. Het was natuurlijk de laatste tijd echt rot weer. Maar we gaan eindelijk richting mooie weer en ik wil gewoon alvast de tuin helemaal lente- en zomerproof hebben. Ik hou echt van lange zomeravonden en dat je gewoon buiten kan zitten. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. Dan ga ik nu mijn jas pakken. Ik heb mijn tas al. En dan gaan we richting de winkel. Ik sta nu in de Action. En bij het begin hebben ze dus al meteen allemaal tuinspulletjes liggen. Allereerst vind ik deze wel leuk om mee te nemen. Dit zijn van die grondlampen, dus die je in de tuin kan leggen. En dan heb je mooi licht 's avonds. En deze tafelzeilen vind ik ook wel leuk. Kijk, ook allemaal met verschillende motiefjes. Maar volgens mij hebben ze nog veel meer. Dus misschien ga ik nog even verder kijken. Ik sta nu bij alle houten planken hier en bij alle placemats. En ik vind het dus wel heel erg leuk om dit als een soort onderzetter voor in de veranda te gebruiken. Dus ik denk dat ik deze mee ga nemen of zoiets. En dan misschien met leuke kaarsen erop. Ik denk dat het deze gaat worden. En deze heb ik dus de vorige keer meegenomen. Die vind ik ook nog steeds zo leuk. Die kan je natuurlijk ook gewoon ophangen. En die zijn dus €1,99. En dit vind ik dus ook wel heel erg gaaf. Dit is dus zo'n fonteintje. Die leg je in de vijver. En dan krijg je gewoon een fonteintje. En hij werkt trouwens op zonne-energie. Dus je hoeft hem ook nooit op te laden. En ik ben dus ook wel heel erg benieuwd of iemand dit heeft. Zo'n uittrekbare tuinslang. Die is dus €9,95. Dus helemaal niet duur. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit werkt. Het lijkt me best wel handig. Want wij hebben zo'n uitrolding. En ik denk eigenlijk dat dit veel beter is. En dit hoort natuurlijk helaas ook weer bij het voorjaar. Echt allemaal van die anti-muggensprays en dat soort dingetjes. Wij kopen dit altijd echt veel. Want we hebben er altijd heel veel last van in de zomer. Dus alvast een tipje voor als ze er daar allemaal weer zijn. En kijk ook even hoe handig dit is. Dit zijn dus van die soort platen. En dan kan je gewoon een heel houten terras aanleggen. En je hebt dus trouwens 4 platen. En dat is dan €5,95. Het ziet er wel leuk uit. Lijkt me ook super handig als je bijvoorbeeld gewoon een dakterras hebt of zo. En ze hebben hier dus ook allemaal leuke dingen voor tuinverlichting. Ik vind deze lampjes ook heel erg leuk om buiten op te hangen. En deze fakkels vooral. Kijk even hoe leuk dit is straks in de zomer. Als het dan donker is, dan vind ik dit altijd echt gaaf. En die zijn ook helemaal niet duur. Ik ben dus ook wel heel erg benieuwd wie van jullie allemaal gewoon zo'n moestuintje heeft thuis. Hier heb je echt hele grappige dingen. Ook allemaal dingen voor lavendel, chilipeper, andere potjes. Oh kijk, en je hebt hier dus ook echt zo'n soort stellage waar je het dus allemaal in kan zetten. En die is trouwens €5,98. Dit ziet er zo chill uit. Dit is zo'n hangmat voor buiten. Oké, ik ben echt aan het twijfelen om deze mee te nemen. En deze is €24,95. Dus echt niet duur. Normaal zijn die dingen echt veel duurder volgens mij. Dit heb ik ook nog nooit gezien. Hier kan je dus gewoon je eigen huisnummer mee maken. En er zit dus ook een lampje in. Dit vind ik ook wel heel grappig. En die is €3,99. Ik ben weer terug. Ik heb hier mijn tas. En er zijn ook nog wat dingetjes naast. Want sommige tuinartikelen zijn natuurlijk best wel groot. Ik vond echt super veel leuke spullen. Maar ik heb de 10 leukste items meegenomen. Dus we gaan gewoon meteen kijken. Het eerste waar we mee gaan beginnen is dit kleed. In ieder geval, zo staat het op, ja, kleed, tapijt, zo kan je het noemen. En het is dus gemaakt van 98% jute. Ik ga hem ook meteen even openmaken. En het lijkt mij dus gewoon heel erg leuk om het in de veranda te leggen. Wow, hij is echt nog best wel groot trouwens. Kijk even. Daar ben ik wel blij mee, want ik heb het gevoel alles wat je buiten legt, dat dat meteen kleiner lijkt of zo. Klinkt misschien heel erg raar. Maar ik denk dat dit zeker wel leuk is om gewoon onder de veranda, onder de tafel te leggen. Ik vind het altijd wel een hele leuke uitstraling geven. En het kleed was €9,95. We gaan door naar het volgende item. En dat is deze bloempot. Hij lijkt heel erg zwaar. Ik vind hem er echt gaaf uitzien. Het lijkt een beetje op een, hoe noem je dit? Ik krijg een beetje zo'n kasteel vibe hiervan. Snap een beetje wat ik bedoel? Echt zo'n mooie pot. Maar hij is dus heel erg licht. Hij is echt gewoon, je kan er gewoon half mee gooien. Deze was in ieder geval €4,99. En ik heb ook expres een grote gepakt, zodat er gewoon veel bloemen in kunnen of een mooie grote plant. Maar dit is dus de bloempot waar ik voor ben gegaan. Ze hadden er nog veel meer. Ik denk dat ik misschien nog wel
even terug ga om er gewoon nog meer te halen. Maar deze heb ik in ieder geval nu meegenomen. En die heb ik dus twee keer. Het volgende item zijn deze grondlampen. En ik vind dus echt dat licht zoveel doet in je tuin. Zeker dus als het wat gaat schemeren. En daarna donker is, vind ik het altijd heel erg gaaf om je tuin mooi verlicht te hebben. Dit zijn gewoon van die lampjes. Die leg je op de grond en die werken op zonne-energie. Zeg ik dat goed? Ik heb even gekeken en er zitten dus al batterijen in. En die worden dus opgeladen door de zonnepaneeltjes. Dus heel erg handig. En ik wil het gewoon zo onder een boom of een struik leggen. En dan hoop ik gewoon dat het een beetje mooi verlicht wordt. Zo zien ze er dus uit. En ze zijn €2,99 per stuk. We gaan door met nog meer verlichting. Namelijk met deze fakkels. En die worden als het goed is ook hierboven opgeladen. Deze waren maar 86 cent per stuk. Dus echt niet duur. En ik vind het ook gewoon heel vet om dit langs een pad te zetten of zo in je tuin. Het kan letterlijk overal staan waar je maar wil. Of ook bij bloemen. Of ja, je kan er echt letterlijk alles mee doen. Maar dat zijn dus deze. Ik kan gewoon niet wachten om dit dadelijk echt allemaal in de tuin te gaan zetten. Dit vind ik ook wel een van de leukste items die ik vandaag geshopt heb. Dit is zo'n boomstam en die kan je mooi als dienblad gebruiken. Ze hadden heel veel verschillende maten en ook nog allemaal ander soort hout. Ik vind het gewoon heel erg leuk om dit als dienblad te gebruiken. En je kon dus echt je eigen maat en zo kiezen. En ik ga ook meteen het volgende item laten zien. Want die moeten hier dus op. Zo had ik het dan bedacht. Gewoon om het zo op de tafel te zetten. Maar ik vind het altijd echt gezellig om dit dus op tafel te hebben. En ook juist ook als ze al aan zijn geweest. Ik denk echt dat mensen die vaker naar mijn Action Shoplogs kijken. Die denken echt van oké, deze meid koopt altijd kaarsen. Ik hou echt van geurkaarsen van de Action. Maar nu dacht ik vind deze ook wel heel erg leuk. En zeker dat ze natuurlijk ook buiten kunnen staan. En ik ga ze gewoon ook even hier neerzetten. Want dat vind ik wel leuk te uitzien. En ik heb nog iets van hout meegenomen. Namelijk dit plankje. Deze was €1,82. En ik ben nog aan het twijfelen of ik hier kaarsen op ga zetten. Of leuke potjes met kleine plantjes. Maar dat is dus dit plankje. Ja, dit soort dingen kan je gewoon niet genoeg hebben. Ik vind dat er gewoon altijd heel erg leuk uitzien. Dus dat is deze. En ik zei dus net al van hier kunnen leuke kleine plantjes op. Maar die heb ik dus ook meegenomen. Ik ben echt van plan dit jaar om iets met een soort van moestuintje te doen. Niet heel uitgebreid, maar iets kleins lijkt me wel heel erg leuk. Mijn zusjes doen het namelijk wel vaker en ik vind het er altijd heel erg leuk uitzien. Dus ik heb deze dingetjes meegenomen. Ik ga het even één voor één aan jullie laten zien. Allereerst heb ik deze tray voor lavendel. Ik hou best wel van lavendel, van die geur en zo. En het lijkt mij wel grappig om dit dus te maken. Dus het wordt meer een soort van kruidentuintje in plaats van een groentetuintje. Dit is dus de tray voor de lavendel en die kan je dus hierin maken en ik wil hem uiteindelijk overplaatsen. En deze was 89 cent. En verder heb ik ook nog deze twee zakjes meegenomen. Deze is allereerst voor tijm. Dus om tijm mee te maken. En deze is voor rozemarijn. En deze waren maar 37 cent per stuk. Ik ben heel erg benieuwd of jullie iets van een moestuintje hebben. Of plantjes dus inderdaad. Die je echt gewoon, waar je ook echt dingen van afpakt om te eten en zo. Ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Maar dat waren dus deze. En als allerlaatste heb ik ook nog deze gronddingetjes meegenomen. En deze was 79 cent. Je had ze trouwens ook nog in een maatje groter. En mij lijkt het dus heel erg leuk om het gewoon eigenlijk toch hierin te gaan zetten. En hier dus al de grond in te doen. En dan heb je hier dus lavendel, tijm en rozemarijn. En dan kan je dit ook gewoon leuk op tafel zetten. Ik hoop echt dat dit gaat werken. Zeker nu met het weer in Nederland is het natuurlijk de hele tijd super koud. Warm dan, nou ja, van alles. We hebben het allemaal wel gemerkt. Maar ik ben echt van plan om dit gewoon dit jaar vol te gaan houden en ze water te geven en dit te maken. Ja, ik heb er helemaal zin in. Het volgende wat ik heb meegenomen is deze kaars. En ik vind het dus heel erg leuk. Want de Action heeft eigenlijk een handig voorwerp gecombineerd met dus een mooi voorwerp. Maar dit is dus een citronella kaars. Dus tegen muggen, dat je niet heet gestoken wordt. Ik haat echt... Ik vind de zomer, lente allemaal helemaal leuk. Maar ik haat echt muggen en insecten en alles van die trant. Ik denk bijna iedereen wel. Maar ik vind dus heel erg leuk dat ze wat leukere kaarsen hebben gemaakt. In plaats van gewoon die normale gele. Die hadden ze ook. Die werken natuurlijk ook. Maar ik vond deze er ook wel mooi uitzien. Hij is ook echt helemaal roze van binnen. En deze was dus 2,12. Ze hadden hem ook nog in het blauw. En dus ook nog helemaal in het geel. Dus dan is de pot ook geel. En bij de andere dus de pot ook blauw. Ja, ik vind het altijd zo handig. En nog een tipje voor mij. Voor de mensen die dat niet weten. Wierook helpt ook altijd heel erg goed. Tegen muggen en alles. En insecten. Dus naast deze ga ik waarschijnlijk ook nog wierook zetten. Maar ik vind dit echt wel heel erg handig om alvast in huis te hebben. En
En als allerlaatste heb ik deze theelichthoudertjes meegenomen. Deze zijn 2,48 per stuk en ik vond ze er gewoon heel erg mooi uitzien. Ze hadden ze ook nog, zie ik nu op het plaatje, in het zwart. Kijk, zo ziet het plaatje er dus uit. En ik vind het gewoon leuk dat je deze en binnen en buiten natuurlijk kan gebruiken. Ja, ik vind het gewoon gezellig als je dan een spelletje of zo aan het doen bent, dat je dan gewoon leuke kaarsjes aan kan maken. Dus dat zijn deze. Dit is dan alweer het einde van mijn shoplog. Ik heb echt hele leuke items gescoord. Dit was mijn top 10 favoriete decoratie items voor in de tuin. Ik ben ook heel erg benieuwd welk item jullie het leukst vonden. Ik moet ook wel zeggen, er blijft nog wel iets in mijn achterhoofd hangen. Namelijk die hangmat. Of nee, het is meer een hangstoel. Die vond ik ook wel heel erg gaaf. Dus misschien ga ik daar nog wel even voor terug. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie het leukste item vonden. Laat het dus zeker even weten in de reacties. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet dus zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. En als je wil, ook op mijn kanaal. Dat zou ik natuurlijk ook heel erg leuk vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!